Leuk dat je bekijkt naar al deze games. Zoals je ziet staat hier The Sims 3 open. En wat betekent dat? Een nieuwe serie. Of nou ja, dit is Sims 3 studententijd 2.0. Dus nog een keer studententijd, maar dit keer voor mij. En ik ga met een ander poepje spelen. Ik ga proberen anders te leven en andere dingen te doen, zodat het niet een beetje hetzelfde wordt als Roy. Maar ik ben hier in... Starlight Shores, volgens mij, heet deze stad. Of nee, het ziet er een beetje apart uit. Heel mooie natuur en hier staat allemaal palmboompjes of zo. Maar daar komen we niet voor. We gaan een huishouden creëren. En ik ga proberen dit een beetje snel te doen, want meestal ben ik letterlijk, als ik gewoon zelf speel, ben ik iets van 3 kwartier bezig met een poppetje maken. 1 poppetje dan. En als ik een hele familie maak, nou, dan weet je het al. Maar ik vind haar niet mooi. Dus we gaan eerst een naam bedenken. Wat ik altijd doe als ik een naam moet bedenken voor een sim. Ik heb heel veel posters, dus dan staan ook allemaal namen op die posters. Dus dan ga ik gewoon even kijken van wat is een leuke naam. Maar ik heb echt al super veel gehad. Wacht, we doen even een random naam. Misschien komt iets leuks. Nee, ik wil een Amerikaanse naam. Leila, is dat leuk? Shirley. Nayana. Daphne. Geraldine. Wat leuk. Lizzie. Ja, ik vind Lizzie wel leuk. En de achternaam wordt... Lizzie Shore. Whatever. Ik vind het perfect. Tiener, ze is een jong volwassen en ze moet een beetje lichter uitkleuren. Kunnen we ook hier voor mij. Ja, dit. Gewoon een normale huidskleur. Zo. Nee, dit is lichter. Zo, perfect. Nee, ik vind het zo mooi. Iets meer. Oh. Verandert al heel wat. Nou, dan mag ze iets meer gewicht. Spieren vind ik niet zo mooi. Dan gaan we even de borst te doen. Ook leuk. Zo. Nou, we doen maar gewoon dit. Gewoon normaal. Oké, haar. Ik heb nu alweer gevoel dat ik te lang bezig ben. Ik heb heel veel uitbreidingspakketten, dus ga even kijken wat het leukste is. Wow. Die heeft een wilde nacht gehad. Ergens vind ik dit haar heel leuk, maar het staat super raar op dit hoofd. Dus ga even verder kijken. Oh. Ik vind deze wel leuk. Ik vind het alleen een beetje van de voorkant een beetje raar, maar... Ik ga toch een andere kiezen. Wat is dit? Zo. Die heeft zeker 3 uur in de kapperstoel gezeten. Jeetje. Wat is dit? Hele bossen haar. Heb ik die al gehad? Die heb ik al gehad. Nou, ik denk dat ik gewoon voor mijn... Oh ja, ik heb ook nog gedownload. Misschien staat dat mooi. Ik vind die ook wel mooi, maar... Deze zag op het plaatje echt super leuk uit met die verlegd. Maar hier lijkt het echt een pruik. Of zeg maar, om het zo te zeggen. En die... Nee. Ik ben weer te lang bezig. Ik ga gewoon mijn oude vertrouwde haar kiezen. Of nou ja, het haar wat ik altijd kies voor mijn meisjes Sims. Of nou ja, vaak. Want die vind ik echt prachtig. En dat is... Zoek hoor. Oh, deze. Ja. Leuk. En wat ik ga doen, ik ga proberen ombre haar te maken. Of, nee, dat moet niet zo. Hier moest het. In de haarpunten wordt het blond. En dit moet wel ietsje minder bruin.
Oké. Die mag wat minder. Ik weet het niet. Misschien als we de highlights blond doen. Oh, nee. No way, no way. Of donkere highlights misschien. Want dit is haar normale kleur. Of lichtere highlights. Nou. Ja. Nee. Nee. Of we gaan voor rood haar. Doe eens gek. Dat vind ik ook wel leuk. Of weet je wat, we doen gewoon een heel andere kleur. Roze of zo. Oh. Blauw. Blauw is op zich ook wel mooi. Maar ja. Er zit nu nog een beetje rood erheen hoor, maar ik heb een WhatsApp. Oh nee, ik heb een mention. Ik had jullie gevraagd, wat denken jullie dat voor game ik ga spelen? Iedereen die zegt nu Sims studententijd. Jullie hebben het goed! Maar blauw haar? Nee, ik ga toch voor het rode haar. En we kunnen het altijd nog aanpassen. Gaat ze gewoon even lekker de kapbeurt door. De wenkbrauwen moeten wel bruin, want rode wenkbrauwen vind ik niet mooi. Bruine wenkbrauwen. Perfect. Oké, Bo, ik ben te lang bezig. Oh. Oh, maar zo slecht in het gezicht. Ze zien er allemaal zo raar uit. Allemaal misvormd, lijkt het. Ik had het gewoon moeten laten zoals het was. Shit. Het ziet er nu echt niet meer uit. Verdomme, waarom heb ik nog zulke dingen? Nee, dit ziet er helemaal raar uit. Dan doe ik die nog het best. Oh, misschien kunnen we het gezichtsdetail een beetje aanpassen. Oh. Of het hoofd in het algemeen. Gezichtsprofiel. Wat ben ik nou aan het doen? Oh. Nou, zo. Gezichtsbreedte. Oh ja, je kunt het gewoon even aanpassen. Ga recht staan. En ze moet wat kleinere ogen, vind ik. Wat een drama. Maar oké, de ogen even aanpassen. Oh ja, gewoon wat kleiner. En wat dichter naar elkaar toe misschien. Ik ben echt weer gewoon te lang bezig. Ik voel het. Ik voel het diep van binnen. Ooghoogte, oogafstand. Ik ben helemaal niet tevreden over, maar ik ga het niet meer te lang over doen. Wat voor kleur ogen heeft ze? Ik wil blauw, paars, nee. Nou, die vind ik al goed. Neus, goed. Mond. Mag wel iets meer lachen, lachachtig. Mond, hoogte. Zo. Mondronding. Nou, moedervlek weg. Even kijken of er een mooie eyeliner is. Nou. Zo, ze is een hipster. Mooi. Rouge. Voor de mooie wangetjes. Prachtig. De lipjes. Mooi. Prachtig. Geweldig. Geen oogschaduw, dat vind ik niet zo leuk. Nee, we nemen ook geen tattoos. Ik niet waar. Zo, staat ze lekker in de BH hoor. Outfit. Ben ik ook zo slecht in. Hè, verdomme. Balumi la ziekna? Dat ik nu. Crop top! Ja, crop top. Oh, nu zie je het niet. Nou, die broek gaan we wegdoen hoor. Wat ik altijd een leuke outfit vind. Is gewoon, ik ga gewoon het leuke outfit doen. Nou, dit is beter. Dan met de shorts. Maar ik heb ook Sims met dat weer en zo. Dus het kan ook ineens heel koud worden en dan bevriezen.
in dit. Maar ik maak later nog wel een paar outfits voor haar. Die laarzen moeten helemaal weg. We nemen Toms. Of nou ja, die zien eruit als Toms. Ik ga toch voor de Converse, zoals ik altijd doe. Ze moeten Vans hebben, dat is veel leuker. Ik vind haar gezicht niet mooi. Verdomme. Geen bril, wel even een leuke ketting of zo. Oh, nee, het ziet er raar uit. Never mind. Misschien een leuke armband. Waarom is trouwens de muziek gestopt? Vind ik niet zo leuk. Muziek, kom terug. Ik heb een WhatsApp. Hoera, hoera. Iemand zei dat ik en Roy in elke video een WhatsApp krijgen. Ah. Leuk. Ik vind haar gezicht niet mooi. Ik zit ermee. Zo, zo. Nou, het valt best mee. Bonen niet zeiken. Avondkleding. Ik ben veel te lang bezig. Ik ga gewoon die leuke jurk kiezen. Ik vind die wel leuk. Nou, ups, oké. Ik kies hem gewoon. Hakken erbij. Of zijn deze hakken al goed? Nou, op zich passen ze er wel bij, maar... Wacht, als we deze in het zwart doen, dan kan het wel, toch? Zo. Oké. Zo vind ik het wel goed. Nog een panty erbij, of zullen we het... Nee, gewoon lekker in de blote benen. Slaapkleding, dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, ze slaapt wel even in een jurk. Of in een jurk. In een nachtjapon, of zo, hoe dat heet. Ze hebben een onesie. Eeuw, het ziet er niet uit. Met een konijnen dingetje. Oké, okay, dan neem ik gewoon dit. Klaar. Oh, sorry, ik heb er wat te drinken. Kijk. En we gaan sporten in dit. Lekker, lekker koud. Of nou ja, valt wel mee, denk ik. Oh. Nee, van de top moet die kleur even hebben. Zo. En dan gaan we die voor het broekje gebruiken. Ja. Yay! Oké. Schoenen kan wel even nog wat erbij doen hoor. Sokken. Dat staat meestal wel leuk voor gewoon bij het sporten. Zo. Oké. Zwemkleding. Ik ben te lang bezig. Nee, het valt om. Nee, ik ben niet zo lang bezig. Geen badpak. Ik doe een bikini. Ah. Na 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 na. Leuke Sims geluidjes. Deze. Een mooie stippen. Is er ook een bijpassend broekje of dat niet? Oh jawel, hier. Beetje kinderachtig. We doen al gewoon deze, die vind ik al mooi. Waarom zat die stomme bril er nou weer bij? Geen bril. Gewoon zo. En dan nog de buitenkleding. Oeh, die handschoenen. Jas. Nou, die jas kan er wel mee door. Even nog een andere broek. Nou, en die handschoenen even veranderen. Van kleur. Zo, in zwart. Much better. Maar iets meer zwart. Zo. En die hakken. Nee. Kan wel. Oké. En dan de persoonlijkheid van de Sim. Eigenschappen. Wat wilt ze graag worden? Ze is... Een geboren artiest. Roezel doezel.
Ze houdt van flirten. Ja. Ze is een sociale vlinder. En wat nog meer? Ransel Horval, Jawad Imbol, Alvaninja. Ambitieus. En dan nog. Tja. Ik zit even te denken met welke opleiding we gaan doen. Dus nou, ik doe wel artistiek. Zo. Zo. Hoe deed ze dat nou? Hè? Hè, wacht even. Zo. Wat? Hoe? Hè? Oh zo. Ze deed zo. Leuk, nu kan ik het ook. En ze wilt een vocale legende worden. Niveau 10 in de zangcarrière. Meester in kunsten. Nee, ik wil wat anders. Oké. Een simband. Wat is nou fysieke perfectie? Oosterse vechtkunst. Jobhopper. Nee, geen jobhopper. Perfecte studenten. Die vind ik wel leuk. Past goed bij wat we gaan doen. Favoriete is... wat is haar favoriete? Een tosti. Muziek. Houdt ze van... Pop. Favoriete kleur... Roze, nee, lichtpaars. Ripsan Noopy. Narbo Benzet. Whipsy, Bonica 2. Ja, stem goed. Sterrenbeeld, boogschotter. Boogschotter, boogschutter. Perfect! Nou, hier is. Hoe heet ze nou? Lizzie. Lizzie Shore. En dat is ook weer gedaan. Dus bedankt voor het kijken. En jullie zien mij de volgende keer weer. Bye!